Die afwisseling in rollen en in nieuwe bedrijven leren ontdekken. Op dit moment uit ruim 50 experts. En ga je ook mee profiteren van het netwerk wat we met elkaar hebben. Vrijheid in keuzes. De keuze waar je wil gaan werken, wanneer je wil gaan werken, wat je wil gaan doen. Je moet wel een beetje ondernemend zijn. En ondernemers zijn doorgaans ook allemaal een beetje eigenwijs. Ik vind ook de social skills heel erg belangrijk. Onze range is tussen de 75 en 125. Dat freelance het mooiste is wat er is. In de serie De Zelfstandig Ondernemer maak ik portretten van freelancers en ZZP'ers uit de wereld van marketing en sales. Hoe word je nou freelancer? Waarom kies je voor een bestaan als ZZP'er? Hoe vul je het ondernemerschap nou in? En hoe ziet de ontwikkeling er nou uit in je vakgebied? Hoe blijf je bij? Ik maak deze serie niet alleen. Ik maak hem samen met Sales Marketing Group, een netwerk van ervaren freelancers op het gebied van marketing en sales. En in deze video bij mij de oprichter en eigenaar van SMG, Dolf Kos. Dolf, hart welkom. Dankjewel, Ronnie. En zelf, ja, hoe noem jij je? Want je bent ondernemer, maar ook freelancer. Ja, ik ben zelf ook nog interimmer. Dus ondernemer en interimmer zelf. Interimmer is ook zo. Je hebt freelance, je hebt ZZP. Ja. Het is een begripsverwarring soms, hè? Zeker. Ja, ik maak een beetje het verschil tussen freelance en interim. Dat freelance is vaak, en dan help je bedrijven, vaak MKB, wat langduriger, echt op een bepaald project. En interim, dat is vaak ter vervanging van iemand die ziek is. Ja. Of als een nieuwe functie die bedrijven invullen. Ja, die tijdelijk nog niet ingevuld is, permanent. Precies, als ze tijdelijk iemand zoeken. Maar interim is ook vaak met een kop en een staart en dan is het ook klaar. En daar dus hou je van? Ik hou wel van afwisseling. Ja. Dat geeft wel weer energie. Hebben we dan karaktereigenschap 1 te pakken? Zeker, zeker. Een beetje uitdaging en afwisseling. Ja. Hey, even een korte introductie voor die mensen die jou niet kennen. Jij bent wel een redelijk gepokt en gemazeld ondernemer, hè? Ja, dat van, kun je wel van, zeggen, ja. From hero to zero, zeg maar. Dat was de titel van het boek, hè? Ja. Ik zeg wel eens, ik heb er al een leven op zitten. Ja. ik ben op mijn 22e begonnen. Eigenlijk direct na mijn studie als ondernemer. Op een evenementenbedrijf. Ik startte toen ook met het toepassen van online marketing. Ja. Dus vanaf eind 2002 ben ik al met Google AdWords bezig. Dus ik noem wel eens een fossiel in de online marketing. En dat heb ik toegepast op mijn eigen bedrijf. Een bedrijvengroep werd dat. In hoogtijdagen had ik 85 medewerkers voor me werken. Ja, dat heb ik 11,5 jaar gehad. Dat heb ik helaas niet gered. Ik ben failliet gegaan. Dat heb ik beschreven in mijn boek. Ja. From Hero to Zero, wat er dan allemaal gebeurt. Ja. En zo ben ik in 2014 gaan freelancen en vanaf 2016 gaan interimmen. En uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet aan kan en ben je toch weer een bedrijf ook weer aan het bouwen. Dat vind ik toch ook wel echt leuk om echt iets te bouwen met waarde. Ja. En mensen ook echt verder te helpen. Ja. En dat kon ik heel mooi doen in de freelance groep. Wat zijn je harde lessen die je, als je nou terugkijkt hè, naar die oude tijd, zeg maar even nog. En dan gaan we zo meteen vooruit kijken. Maar wat zijn nou de belangrijke lessen die je meeneemt? Nou, de harde lessen zijn echt dat je variabel moet kunnen blijven. Dus dat je kan op- en afschalen als situaties je overkomen. Qua kosten met name. Financieel goed in grip. Dus dat je ook goed weet wat alles bijdraagt aan winstgevendheid. Dat is meer echt als je een bedrijf bouwt. Mm-hmm. Maar met name die personeelskosten, wat toch voor veel bedrijven de grootste kostenpost is. Ja. Ja, als je dat variabel kunt invullen, dan betaal je misschien in het begin wel iets meer. Maar heb je wel meteen expertniveau. En, je mag wat eisen ook. En dan mag je wel, dan kun je ook wat verwachten. Ja. Bruggetje naar Sales Marketing Group. Laten we zo meteen eens op die groep induiken. Maar je bent zelf gaan freelancen of interim, zoals je het zelf noemt. Ja. Waarom? Wat is daar zo leuk aan? In eerste instantie was het een pure noodzaak. Ik ben in 2014 gaan freelancen om gewoon weer brood op de plank te krijgen om mijn gezin te onderhouden. Ja. Dus dat heb ik 14 en 15 voor MKB-bedrijven gedaan. En vanaf 2016 ben ik gaan interimmen. Dus kon ik bij grote bedrijven aan de gang. Mm-hmm. En wat ik daar leuk aan vind, is die afwisseling in rollen en in nieuwe bedrijven leren ontdekken. Mm-hmm. En ook wel meteen om impact te maken, want dat verwachten mensen ook van freelancers. Ja, je moet output leveren, hè? Ja, je moet wel meteen deliveren. En, zo, en er wordt ook wel een beetje anders naar je gekeken. Ja. En je bent die externe. Ja, kostenpatiënten. Nou, ik ben benieuwd wat die gaat brengen. Weet je, dat soort dingen. Hey, en wat is jouw eigenlijke core expertise, die van jouzelf? Is dat in search. Ja, echt in search, in zoekmachine marketing. Ja, maar ik ben inmiddels wel zo breed dat ik ook de andere, breed opgeleid, dat ik andere rollen ook prima zou kunnen. Maar je zit wel in de online marketing. Voornamelijk online, En niet sales dus. Nee. Want dat zijn wel de expertises waarmee je met SMG een beetje profiteert, hè? Ja, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat sales en marketing hand in hand gaan. Ja.
En ja, dat, search is best wel een beetje sales natuurlijk. Ja, zeker. Ja, nou, 100%. En ja, ik kom ook situaties tegen waarin we heel veel marketing qualified leads leveren, maar vervolgens het salesapparaat ze niet kan opvolgen. En dan denk ik, ja, dit is ook zo zonde. Als ondernemer denk ik dan, hoe is het mogelijk? En daarom is, ja, sales en marketing gaat met elkaar samen. Ja. En wanneer kwam je op het idee voor sales marketing groep voor SMG? Ja, eigenlijk in 2017 begon toen echt te kriebelen. Ik denk, ja, ik zie zoveel werk. Ik zie ook heel veel getalenteerde mensen op opdrachten waar ik actief was. Maar ook gewoon in mijn netwerk om me heen. En ik dacht, joh, wat zonde dat je die stap niet zou maken naar echt volledig zelfstandig. Nou, dan praat je met die mensen en dan is het toch, ja, risico, vinden ze dat wat spannend. Ik dacht, ja, daar kan ik echt heel goed mee helpen. Want jezelf verhuren vind ik tot op zekere hoogte beperkt spannend. En ik zag ook veel mensen die freelance waren, maar die best wel solistisch waren. Die wat minder konden denken in 1-1-3. Mm. En ik dacht, als je die drie elementen dan verbindt, dus en de grote hoeveelheid aan opdrachten, het talent wat graag dat voor andere bedrijven wil gaan doen. En die graag nog meer op hun talent willen worden ingezet. De experts op hun discipline. En de freelancers, als die, de bestaande freelancers, die echt denken in dat samen en dat vangnet aan kennis willen gebruiken en ook elkaar willen verder helpen. Ik denk, ja, dan bouw je echt een hele sterke groep. En zo is het ontstaan. En waar bestaat die groep nu uit, zeg maar? Op dit moment uit ruim 50 experts in allerlei verschillende disciplines. In het veld van sales en marketing. Hè? Ja. Is wat dat betreft ook wel echt een freelance ZZP landschap, hè? Dit vakgebied. Zeker, ja. Ja, zeker. Maar dat zijn er behoorlijk wat. Het zijn er heel erg veel. En hoe werkt dat dan? Leg die constructie eens uit. Want stel, ik ben freelancer en ik doe het op zich prima, maar ik voel me soms wat alleen en ik vind zo'n netwerkgedachte wel interessant. Ja. Hoe werkt dat dan? Dan bel ik jou op. Ja, nou, dan kun je me opbellen of iemand anders uit het projectteam. En dan helpen we je, als je zegt van, nou, ik vind de sales marketing groep interessant, dan gaan we je echt helpen in je persoonlijke profilering, in alle tips die we in al die jaren hebben opgedaan. En ga je ook mee profiteren van het netwerk wat we met elkaar hebben en de opdrachten die we met elkaar delen. En tegelijkertijd ook alle kennissessies die we verzorgen om eigenlijk continu up-to-date te blijven. Want SMG krijgt klussen. Ook. Zeker, ja. Dus ze gaan niet alleen maar via de individuele freelancers naar binnen. Nee. Maar ook er zijn ook mensen die benaderen SMG van, hey, ik heb een goed iemand nodig op dit gebied. Ja. Zowel directe eindklanten als recruiters, als agencies. Ja. Verschillende ingangen van mensen die ons nu wel goed weten te vinden. En die denken, ik heb hier een bepaalde positie. Hebben jullie nog rollen? Dus dat gebeurt. Maar we hebben inderdaad ook zelf met ons netwerk nu voor ruim 250 grote opdrachtgevers gewerkt. En dan zie je dat mensen, als je daar goed werk hebt geleverd, dan contacten ze je ook nog even. En dan kunnen we elkaar ook zo aan een klus helpen. Die verdeling van klus, hè? Ja, ik blijf zelf ook freelancer. Want dat is altijd wel een dingetje, kan ik me voorstellen. Dat mensen, ja, je hebt drie online marketeers. In principe zijn ze alle drie capabel om een klus te doen. Ja. Hoe verdeel je dat dan? Ja, dat is een hele mooie vraag. Die vraag krijg ik heel vaak. Ja. Van hoe ga je daar dan mee om? Nou, uiteindelijk zeg ik altijd, de opdrachtgever die kiest. Hè? Dus de opdrachtgever die stelt altijd drie kandidaten. En als wij vanuit de groep er niet drie kunnen leveren, dan zullen er andere kandidaten worden voorgesteld. Dus bij elk gesprek heb je meerdere mensen. Aha. En uiteindelijk gaat het om de klik en de chemie en de gunning die jij krijgt. Omdat ze jou capabel vinden op basis van jouw cv. Okay. En dat is hoe we ernaar kijken. En dat zie je ook terug. Hè. Dus we hebben meerdere experts met ook dezelfde discipline. Die ook vergelijkbare senioriteit hebben. En bij de ene opdracht past freelancer A beter en bij de andere opdracht beter freelancer B. Hoe ziet die markt eruit van die freelancers en van die ZZP'ers? Nou, de markt is heel erg groot. Hè. Dus wat je ziet is dat er heel veel freelancers zijn. Veel mensen ook starten. Ja. Veel mensen ook wel weer een beetje mee worstelen van oké, hoe kom ik dan aan de eerste klussen? Ja. En als je dan de eerste klus hebt gehad, van nou, hoe zorg je dan dat je daarna weer de volgende klus hebt? En het liefst dat het allemaal een beetje overloopt. Ja. Maar het landschap is heel erg groot. En ik denk dat dat ook tegelijkertijd is er ook nog steeds een schaarste aan de know-how en de discipline. Mm-hmm. Zeker de digitalisering die volop doorzet en eigenlijk harder gaande is. Ontwikkelt zich ontzettend. Ja, dat gaat enorm hard. Ja. En expertise op high level, dat is er echt beperkt aanwezig. Wat is high level?
Met veel ervaring in andere branches, andere bedrijven. Senioriteit in tooling, meerdere toolings tegelijk beheersen. Weten wat er speelt binnen de online ontwikkelingen. Omdat inderdaad die markt continu ontwikkelt. Dus dat is belangrijk. Ja. Als nou iemand zit te kijken, hè, en dat zijn typisch kijkers van ZVD ook. Dat zijn die denken van ik ben in loondienst en het gaat eigenlijk best prima, maar het jeukt. Weet je, het kriebelt. Ja. Wat zeg jij dan als iemand die twijfel heeft? Wat ik dan zeg is dat freelance het mooiste is wat er is. Waarom? Je hebt je eigen vrijheid. Vrijheid is ook echt het sleutelwoord, vind ik wel. Ja. Vrijheid in keuzes. De keuze waar je wil gaan werken, wanneer je wil gaan werken, wat je wil gaan doen. En ook nog tegen welke vergoeding je wil gaan werken. Dus dat zo'n mooi palet, dat vind je eigenlijk nooit in loondienst. En je zegt het met een prachtige grijns, maar zit er helemaal niks geen nadelen aan? Nou, ik vind persoonlijk van niet. Hè. Je moet wel een beetje ondernemend zijn. Je moet houden van afwisseling. Ja. En als je volledige zekerheid zou zoeken, dat is lastiger in freelance. Dus dat is het stukje risico wat je loopt. Tegelijkertijd kun je dat dus weer afvangen als je een goed netwerk hebt. Want dan komen er altijd wel opdrachten vanuit netwerken. Mm-hmm. Maar ik vind er weinig nadelen aan zitten. Nee, ik vind het heerlijk, heerlijk afwisselend. En ik hou van die uitdaging om ergens bij een andere opdrachtgever weer impact te maken. Je hoort wel van, het is wel, en mensen denken al vrij snel van joh, is prima verdienen als freelancer. Maar het is natuurlijk wel goed om te weten dat er best wel kosten zijn die je zelf, je moet niks, maar die wat wel slim is om zelf te regelen. Hoe zijn jullie daarin, stellen jullie daarin eisen? Of mag elke freelancer bij jullie aangesloten dat zelf? Ik praat over AOV bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, elke freelancer mag het zelf weten. We zijn allemaal ondernemers en ondernemers zijn doorgaans ook allemaal een beetje eigenwijs. Iedereen mag het zelf weten, maar wij faciliteren wel een heleboel. En vaak ook vanuit een collectiviteit met voordeel. Dus wij faciliteren heel veel opleiding en opleidingsbudgetten waar je trainingen voor kunt volgen. Maar ook een AOV die je terecht noemt. Daar zijn ook collectiviteitsafspraken voor waar je in kan mee. Een soort broodfondsachtige initiatief heb je ook, hè? Dus daar hebben we een afspraak mee. Okay. En daar dragen we ook in bij. Dus we stimuleren dat ook middels financiële bijdrage. Dus dat we dat echt vinden dat belangrijk, dat je zelf ook nadenkt over je toekomst. Zijn en er andere ook, dierbaren. Zijn er ook mensen die je wel spreekt of waar je denkt, jij moet het niet doen? Ja. En wat kenmerkt zo'n iemand dan? Te weinig ervaring. Ja. Denken dat je snel binnenloopt. Dus dat vind ik eigenlijk. En ik vind ook de social skills heel erg belangrijk. Ja. Dus dat je echt communicatief goed vaardig bent. Want dat is bij veel opdrachtgevers ook echt heel belangrijk. Dat je gewoon goed in het team past, uiteraard. Mm. Senioriteit heb je een paar keer genoemd. Dat is van belang, hè? Ja. Betekent dat dan dat als ik een jonkie ben van begin 20, dat je zegt van ga je eerst met lekker een paar jaar werken voordat je het freelance veld induikt? Ja, wij zeggen minimaal 3 jaar werkervaring. Specifiek in de branche. Ja. Heel soms hebben we daar een uitzondering in als het echt een high potential is. Als iemand echt aantoonbaar die drive heeft. Die wilskracht is ook heel erg belangrijk. Een jonkie van 20 is wel, dat is jong. Maar ik zie hele jonge, succesvolle freelancers. Als die alles van Google Ads af weet. Ja, exact. En, en ook die drive heeft om daar echt een guru in te worden. Dan ben je al heel bovengemiddeld en kun je al heel snel toegevoegde waarde bieden voor bedrijven. Mm-hmm. Dus dat is hoe we daarnaar kijken. Ja. Hoe verhoudt SMG zich tot de recruitersmarkt? Logische vraag. We zien onszelf als een soort verlengstuk. Mm. Dus we werken met heel veel recruiters samen. Voor hun is het soms ook heel fijn. Ze krijgen een bepaalde uitvraag van een bedrijf. Soms hebben ze daar een hele goede band mee en zijn zij de exclusieve leverancier. Soms is het ook een open platform waar ze een opdracht van delen. En dan kunnen we heel snel leveren en aangeven wie beschikbaar is met welke expertise. Dus dat is hoe je het zou kunnen zien. Dus je werkt ook samen met ze? Ja, zeker. Ja. Maar hoe meer lager ertussen, hoe duurder ik uit ben als opdrachtgever? En tegelijkertijd, ik sprak gisteren ook weer zo met een freelancer. Uiteindelijk kiest de freelancer voor welk tarief de recruiter wil werken. En als die freelancer daar zich prettig mee voelt en daar die recruiter gooit daar iets op, dat is dan aan de recruiter zelf. Ja. De ondernemer, de freelancer, kiest zelf voor welk tarief hij of zij wil werken.
Dus dat zullen we Wat zijn de tarieven? Ben je daar transparant over als SMG zijn? Ja, ja, wat is de range? Wij communiceren het zelfs ook op de website. Okay. Onze range is tussen de 75 en 125. Okay. En dat is best een mooi niveau. Vinden we ook goed, want er zit ook de opleidingen en de expertise achter, mm-hmm, waar we mee werken. En ja, er zijn ook freelancers die voor een hoger tarief werken. En een enkeling die start wil ook nog wel eens iets scherper gaan. Ja. Maar wij zeggen wel van ja, dit is wel dat echt is het meest gangbaar. Ja. En dat is ook een gangbaar tarief. En wat is het commerciële model als ik bij jullie me aansluit? Het commerciële model is dat je een vast bedrag betaalt per maand. Eén component is dat vaste bedrag, okay, wat we stoppen in opleidingsbudget. Dan ben ik member of zo, dan ben ik lid van de club. Ja, en dat opleidingspotje, daar kun je zelf je training en opleiding voor verzorgen. Die we ook vanuit collectiviteit weer aanbieden. Ja. En een percentage over je omzet. Oké, dat komt er wel bij. Dat komt erbij. Maar ben je daar transparant over? Jazeker, dat is 15%. En okay, dat bouwt af naar 5% naarmate je langer een toegevoegde waarde hebt bij het bedrijf. Dus het wordt gunstiger naarmate je... niet qua grootte? Nee, in uren. En dat zakt in uren naar 5%. Aha. En als jij zelf ook weer andere freelancers aandraagt die ook bij de groep komen, dan tellen die uren zelfs dubbel. Dus dan kun je ook nog versneld afdragen. Ja, 5% is te overzien. En dat is heel erg te overzien. Daarvan organiseren we de events, krijg je de projectteamondersteuning. En we reserveren ook een gedeelte van de afdracht additioneel in die opleidingspot, waar je zelf je training en opleidingen voor kunt kiezen. En nogmaals, ik stel de vragen die iemand ook zou vragen. Ja, heel goed. En daar zitten we voor. Moet ik alle klussen via jullie dan ook doen? Is dat wel een commitment wat je vraagt? Nee, je bent helemaal zelf vrij in welke klus. Maar we zijn geen recruitmentbureau. Bij een recruitmentbureau betaal je alleen voor een klus. Ja. Bij ons stap je daarin wel exclusief in. Mm-hmm. Maar je kiest nog steeds wel zelf of jij een klus wel of niet wil doen. Okay. Maar het is wel zo dat die 15% die draag je af over alle omzet. Dus ook de omzet die je zelf genereert. Ah, kijk. Ja, en wij zullen je ook enorm stimuleren in tal van dingen om zelf ook veel makkelijker werk te genereren. Ja. En een van de meest voorkomende dingen die we daarin inzetten is heel actief met je LinkedIn-propositie omgaan. Daar geef ik ook regelmatig open trainingen over hoe je dat kunt doen. Dat is perfect, hè, LinkedIn? Dat werkt echt prima. Ja. Heel goed podium. Ja. Hey, en tot slot, wat ben jij op dit moment even vakinhoudelijk, los van SMG uitbouwen? Ja. Want hoeveel tijd, hoe doe je dat? Zeg maar interimmen en SMG aansturen, is dat onder te verdelen in tijd? Ja, nou, SMG aansturen, er zit een projectteam op. Ja, dat doe je niet meer alleen, hè? Nee, dat doe je niet meer alleen. En het projectteam doet dat ook grotendeels. En ik zit zelf op een klus en ik denk dat het... Ik denk dat ik 20% van mijn tijd nu aan SMG zelf zou stoppen en de rest aan overige activiteiten. En wat is een mooie klus? Ben je nu met meerdere klussen bezig? Of mag je niet zeggen? Is het vertrouwelijk allemaal? Nee, nou ja, ik kan het hier wel zeggen, hoor. Ik zit nu bij T-Mobile als online marketing manager. En hiervoor heb ik bij Volkswagen gezeten. Dat is een mooi merk. Een mooi merk. En bij de persgroep, DPG Media. En voor een jaar bij Lidl en allemaal verschillende bedrijven. Tof. Ik heb in 5 jaar 15, 20 verschillende A-brands mogen helpen. En dat is heel erg leuk. En daar heb ik heel veel van geleerd. En die kennis neem je natuurlijk als interim ook elke keer mee in je bagage. Ja. Ja, dus dat is mooi. Leuk model, man. Ja, ja. Het is heel erg leuk. Het geeft ook echt energie. Ja. Als je zeker starters verder kunt helpen. Ja. Maar ja, ook wel 1/3 van de groep is bestaande freelancer die juist ook heel erg dat vangnet van elkaar op expertisegebieden, dat je daarop kan terugvallen. Daar kiezen zij voor om dat te doen. Ja. Mag ik je danken voor dit gesprek? Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar een aflevering uit de videoserie De Zelfstandig Ondernemer, die ik samen maak met SMG. Dit was een speciale, want we hadden de oprichter-eigenaar Dolf Kos van SMG zelf in de bank deze keer. Wil je meer afleveringen uit deze serie kijken? Kijk dan in onze playlist op YouTube. En heb je zitten luisteren naar de podcast? Abonneer je vooral en dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi. Thank you.